serieuze liefdesnauwe daar van een zon ontboden taxi. Maar zelfs straks aangekomen zijn, van alle kanten komen de muzikanten opzetten. En ik zou alleen maar willen zeggen, beste mensen, geniet ervan, kijk en luister naar onze muzikanten, onze gasten van El Mundo. El Mundo is het logo, de wereldbol, met daaroverheen de hangende dame. Geef een warm applaus aan deze Tienercentrum, het honk voor hun bijdrage aan ons goede corso hier in Valkenswaard. Introduceren wagen nummer 3 van buurtschap Kerkakkers met hun titel The Mystery of Egypt. Een farao sterren of kunstje dus is vergaan van het lichaam. De wachters en vrouwzanger, figuurtjes, hieroglyphen en schilden aan de zijkanten op de wagen. En de slang waaronder de cobra. De grote vogel op de wagen is weer het symbool van de straf bij opening of schending van het graf. Kortom, een prachtige weergave van de gemummificeerde farao in de piramide. En het aantal bloemen op deze wagen bedraagt 200.000. Samenvatting van laboratoria. En laboratoria is een dreigend gevaar voor dier en mens. Er was sprake van zijn van proefdieren, van gifgassen met verdovende, verdwazende en vernietigende uitwerkingen. Op deze wagen dan ook een ludieke weergave als interpretatie op dit onderwerp. Het aantal bloemen op deze wagen zijn 162 dagen. I got the right.
Ik lees u het woord bij u introduceren. Wagens nummer 6 van buurschap de Graafschap. Op deze wagen zijn 160.000 dahlia's verwerkt en het ontwerp is van Erik van Meijden. Go!
hebben. Dit zijn mensen die hebben werkelijk alle krachten bij moeten zetten om deze wagen dit jaar op de Valkenswaardse wegen te kunnen presenteren. Maar ze hebben het gered. Het is een buurtschap wat klein is, maar toch met een enorme mankracht gepresteerd heeft om deze wagen te maken. Ik zou zeggen, geef deze mensen alweer een hart onder de riem, een warm applaus voor het buurtschap van het land. Verleiding is de meest absurde vorm, een maf provocerende en prikkende voorstelling. Toch niet stoppen. Een figuratie met een surrealistische kijk op het leven. De muziek is van Rodney Kender, live gezongen door de Barbershop Trio en als Elvis zijn deze mensen verkleed. Een samenvatting van deze wagen is dan ook heel duidelijk. Een onmogelijke liefde tussen matroos en varken, met verleiding als basis, toch als absurditeit van het thema. Van inspiratie tot het creëren van dit surrealistisch beeld. De figuranten zullen dit dan ook duidelijk vertellen naar u, naar het publiek. Het aantal bloemen, 119.000 op deze wagen. En het ontwerp is van Robert Klaassen en Frans Vierstraat. Luister. Thank you.
Ook weer een fantastische aanvulling door deze dansende dames en heren op hun beste beentje weer voortzetten om de bloemenkorte op te laten. U ziet dan ook op deze wagen dat uit het binnenste van de aarde een boom van het kwaad oprijst en waarvan de takken overlappen en overgaan in koppen van een zestal demonen. In een ronde schild staan er ook de godinnen van het kwaad, aanbeden door het volk. En tegen de stam de mensen verkleed in de uitrusting en de kleur van de bomen. U ziet ook eieren op deze wagen. Waaruit mensen worden geboren en als godinnen weer worden aanbeden. Een samenvatting is dan ook, uit het binnenste van de aarde schiet het kwaad als een boom omhoog met aan het uiteinde de demonen. Aantal bloemen 180.000. En let u vooral op de constructie van deze wagen, beste mensen, want vanuit de ombouw in het midden is deze hele wagen opgebouwd. Ook nog een tip aan de mensen die ook op de tribune zitten. 9 jaar geniet dit buurtschap al van de hulp van de bewoners van Voortakker. En nogmaals, ik nodig u uit om te kijken en te luisteren naar buurtschap Oliva met de godinnen van de nacht. Thank you.
hebben, jongens. Met een horde stieren door de straten van Pamplona. En dat tegenovergesteld zit in de achterkant dan weer de cultuur, de Spaanse cultuur van dans en spel, waaronder de flamingo. De flamingo, welke een hogere vorm van Spaanse kunst kent. Op deze wagen zijn verwerkt 180.000 daria's en het ontwerp is van Wilfried van Mijl en Ron Hoogmoed. Graag uw aandacht voor Buurtschap Donegal met het straatbeeld in Pamplona. En nu voor mij even een ontwerp, dus Ron Hoogmoed, ik wil nog een neus van mij, terwijl. En drie beste mensen van de Spaanse Flamingo, hier op onze Valkenswaardse straten, tijdens het 51ste Bloemendorfeel. Thank you.